Vandaag in het DBC-nieuws, de trams in Liemt, de derde editie van het Dommeltheater en nemen we een kijkje bij de Fashion Dino Show op de markt in Boxtel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Boxtel. Welkom bij DBC Nieuws van woensdag 27 september. DBC Nieuws is een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. Met het Dommeltheater is zondag de eerste Bokselse Kunst- en Cultuurweek Kukkelekuu afgesloten. Op de oevers van de Dommel zagen honderden mensen in het hartje Bokstel 15 creatieve bootjes en vlotten voorbijvaren. Niets is wat het lijkt. Laat u verrassen en laat u voor de gek houden. Want hier komt het Dommeltheater 2017. Zo transformeerden de buurtvrouwen een statische kleurloze boom tot een contrastrijke gevleugelde vrolijkheid. En kinderen van de taalspeelgroep van Brede Scholen Bokstel hengelden naar zelfgemaakte gedichten. Een bootje van krantenpapier voer voorbij. Of was het toch iets anders? Conchita voor mij gaat zingen. Conchita Pai! Naar de sombere citadel op het fristo. De onzekere toekomst van Kasteel Stapelen inspireerde leerlingen van basisschool De Spelenlier tot deze blauwe creatie. Mooi hoor. Is leuk hè? Heerlijk! De afsluiting van Kunst op Stapel kreeg ook aandacht. Op de oevers van de rivier vergaapte het talrijke publiek zich aan de kunstzinnige Dommelvloot die zijn derde editie beleefde. Een opvallende verschijning was kamerkoor Ratatouille, dat in de huid kroop van een keukenkoor. De organisatoren van het Dommeltheater hopen in de toekomst ook andere gemeenten enthousiast te maken om mee te doen. Op de markt in Bokstel was zaterdagmiddag een 40 meter lange catwalk opgesteld. 11 modezaken showden hun herfst- en wintercollectie aan het publiek. Modellen, zowel jong als oud, presenteerden daar de najaars- en wintercollecties. Ook lingerie kwam aan bod. Bovendien werd de laatste bruidsmode getoond. Studenten van mbo-school Sint-Lucas toonden zelfgemaakte sieraden. Evi Desmaris. Een groot
applaus voor deze fantastische modellen. Tijdens Atelierroute de Rode Draad openden ruim 30 kunstenaars in Boksel afgelopen weekeinde hun deuren voor het publiek. Beeldhouwer Herman Dekkers ontving bezoekers in zijn tuin aan de Molenstraat. Andere kunstenaars ontvingen gasten in hun werkplaats of woning. Bezoekers van de Rode Draad zagen uiteenlopende kunstwerken. Ook deze glazen objecten van Marcel Joosten en Cor van Geffen. De Liemse Hofkapel De Kromploegers bestaat 50 jaar. Dat zorgde voor 3 dagen groot feest in een enorme tent op evenemententerrein De Tip. Vrijdagavond was het thema Back to the Music met onder andere een spetterend optreden van de Tramps. Wat heb jij met disco? Ja, ik doe me denken aan vroeger, hè? Een leuke tijd. Jeugd, jong. Heel leuk. Vertel eens wat jij van plan bent vanavond als de Tramps komen. Dansen. Are you ready for tonight? Yeah, we're ready. Yeah. Are you gonna play all your hits? All of our hits. Like? Oh, we're gonna play. Hold back the night. Hold back the night. Maybe a little a cappella. Oh, yeah. I sing with you. Hold back the night. Turn it on like for a dream. Dream without you, baby. Hold back the night. You got him. Turn it on like no other dream. Dream about you, baby. I wish you lots of luck tonight. Thank you. On the holiday, and it's great here. It's great. Yeah. Enjoy your time. Yeah. Thank you. Gezellige terrasjes, kraampjes met allerlei leuke spulletjes, uiteenlopende demonstratie en optredens door tal van koren, orkesten en muziekgroepen. Dat is het succesvolle recept van de Boksel Oostdag, die zondag voor het 7e jaar op een rij zonovergoten editie beleefde. Het ritje in de huifkar van gemeenschapshuis De Rots naar winkelcentrum Oosterhof is en blijft populair onder vooral de jongere bezoekers. Rolstoeldansen. Het was een van de vele demonstraties op de ook nu weer druk bezochte Boksel Oostdag. Honderden mensen togen zondagmiddag opnieuw naar Den Tip in Liemt. Nu voor de 3e editie van Proeflokaal Liemde. Bezoekers kregen uiteenlopende lekkernijen voorgeschoteld, vooral gemaakt van streekproducten. De gerechtjes vonden gretig aftrek. Groot succes, het is hartstikke mooi weer. Volgens mij zijn er nog meer mensen als vorig jaar. Ja, gehaktballen. Gehaktballen en chili. Minder rustig keer. Ik zal even proosten op deze mooie middag. Voor mij de 3e keer. Ook allemaal de 3e keer. Zijn er maar de meeste wel, die komen allemaal wel graag terug. Ik vind het prima, maar ik mag wel zeggen dat ik het vorig jaar, daar hadden we net hier zo over in het algemeen, zo rondom de kiosk, vonden we het ook wel heel leuk. De edelhechte biefstuk is alweer op en die hadden we echt heel veel ingekocht, dachten we. Dus dat blijft gewoon een succes, dat is elk jaar nog een succes geweest. Riemann, de Syrische mevrouw uit Liemde, die is ook uitverkocht al. We zijn uitverkocht, het is echt zo hard gegaan en om 5 uur was het op. Het varken van Toon en Erika was het liefste van, is met liefde opgevoed. Dat kun je ook merken als je het opeet, het is heel lekker. Ja, hè, dat proef je. Ja, het is niet van dat bange vlees. Ja. Kinderkaarten worden heel goed verkocht, die hebben we zelfs nog bij laten drukken net nog. Via de kinderkaart. En je bent al in Dreuzenhout geweest? Ja. Was het leuk? Ja, wel een mooi uitzicht. Ik heb nog niet zo heel veel gegeten. Gingen we net doen? Dag. Smakelijk. Heerlijk. Ja? Ja, echt heerlijk. Kortom, van tapas en soep tot stoofgerechten en boerenjoghurt, bezoekers van Proeflokaal Liemde ondergingen een complete culinaire beleving. Voordat we afsluiten, eerst nog even dit.
Voorafgaand aan het Domme Theater werden 130 drijvende en kleurrijke mini-dinosaurussen van even zoveel kinderen vanaf de Raapakkerbrug in de Dommel geworpen. Ja, we staan hier bij Femke en Femke die heeft een hele grote kist. Nu, zometeen start de eendjesrace, maar er zit niet één eendje in. Vertel eens. Nee, het zijn dino's. Boxtel staat natuurlijk in het teken van de dino, dus vandaar deze dino-race. En deze dino's die kunnen ook heel goed zwemmen, zijn supersnel. En het gaat er dadelijk om dat te kijken bij de Zwaanse Brug welke van deze dino's als eerste over de streep komt. Ik zie ze in rood, ik zie ze in paars, in geel. Begeleid door kano's. Op kop ligt op dit moment een geel eendje. En dan komt er een achtervolgingsgroep van 6-7 eendjes. Kijk, die blauwe die heeft een sprint, een tussensprint. En ja, die blauwe gaat als eerste. Blauwe. En dan de gele. De eerste is nummer 360. De tweede 144. En de derde 385. De nummer 1 verdient een waardecheck van 100 euro. Nou, 100 euro is natuurlijk verschrikkelijk veel geld. En dan naar 15 en 25. En is het allemaal reglementair goed verlopen? Super, helemaal goed. Ja, er zijn geen protesten binnengekomen, dus allemaal volgens afspraak. Goed zo. Iedereen blij. Ja. DBC Nieuws is weer ten einde. Volgende week zijn we er weer met een regio-tv-journaal voor Boxtel Liemt, Lenneheuvel S en Geermonde.